Oké, gasten. Dit is echt de allerlaatste voor vandaag, denk ik. Ik zeg yo, 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 vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug bij Daddy Cool. Yeah, welkom terug, gasten. Welkom terug bij de laatste video voor vandaag. Het gaat heel hard vandaag. Wat gaan we doen? We gaan iets heel erg leuks doen. Ik vind het heel erg leuk. Het is niet een al te grote video, maar wat gaan we doen? We gaan Bennywielen flippen. Ja, jongens, we gaan weer Bennywielen onder normale auto's zetten. Dus waar geen Bennywielen onder passen, daar gaan we Bennywielen onder zetten. Lachen. Hey, ik heb gisteren van de week een videootje uitgezonden hoe je Bennywielen onder je RC-car kan krijgen in de Arena Workshop. En nu gaan we die Bennywielen die daarop zitten gebruiken om te transformeren naar de auto's. Dus we gaan eigenlijk de omgekeerde volgorde doen van de RC car glitch met de Bennywielen. Oké, wat hebben we nodig? Als eerste, we hebben in de bunker een slaapvertrek nodig, want dan kunnen we onze spawn location op de bunker zetten. We joinen een nieuwe sessie en spawn in de bunker. Niet ergens anders, je moet in de sessie beginnen in de bunker. Vervolgens heb je geen persoonlijke auto's op de map staan. Dus zorg ervoor dat je geen persoonlijke auto's op de map hebt staan op het moment dat je in de sessie komt. En nu gaan we vanuit de bunker naar de arena. Maar dat doen we zonder gebruik te maken van een persoonlijk voertuig. We mogen geen persoonlijke voertuigen op de map hebben staan, CQ gebruiken. En vandaar die busset, die gebruiken we van de CEO. Dus ga met je CEO bussetje even vanuit de bunker terug naar de arena. En in de arena gaan we de glitch doen. Hey, dit kan met alle auto's die in je arena workshop kunnen. Dus gekochte auto's, weet ik veel, straatauto's. Ah, laten we voor de verandering een straatauto pakken. Oh, deze is wel leuk. De Peyote, de Vapid Peyote, die gaan we even gebruiken voor deze glitch. Dus om maar aan te tonen dat het ook met straatauto's kan. En dat geeft wel de allerleukste effecten. Oké, nou, dat zien jullie waarschijnlijk hopelijk in de video nog terug. We hebben hier de Peyote even meegenomen naar binnen. Het is nogmaals, het is gezegd, je mag ook persoonlijke auto's gebruiken. Dus je mag ook op andere auto's je Bennywielen flippen. Maar het mag ook dus met straatauto's. Hey, de setup in de arena is als volgt. Je moet in de workshop moet je een RC-car hebben staan. Een RC-car waar al Bennywielen onder zitten. Nou, daar heb ik al een videootje over opgenomen. Dus wil je Bennywielen onder je RC-car, zal je dat eerst even moeten kijken. Want dat heb je nou eenmaal nodig. En dan gaan we zo dadelijk de upgrades van de RC-car gaan we overnemen op de voertuig die we hier voor ons hebben. Dat is dus de straatauto. Dus we gaan de Benny flippen, de Benny RC-car flippen over de straatauto. Oké, wat gaan we doen? We hebben de straatauto in de arena gezet. Vervolgens gaan wij naar uitstappen en dan gaan we heel even door de mechanics list van de RC-car heen. Soms staat erbij dat die gerepareerd moet worden voor $54. Vraag me niet waarom, maar soms moet je hem even repareren. En dan kan je in het menu van de RC-car, je hoeft verder niks eraan te veranderen, maar je moet er alleen even in het menu geweest zijn. En vervolgens gaan wij een job opstarten, een invalid job. En die zal ik erbij doen in de beschrijving van de video. Dat doe ik de invalid job. En zo'n invalid job die geeft je gewoon zo dadelijk een kick-out en een zwart alert screen. En dat is precies wat we nodig hebben. Hey, ik gebruik eliminatie confirmed. Dat is een PlayStation 4 job en de Xbox jobs die bevinden zich in de haven. Dus dan weet je waar die zit. We starten vanaf de map door op vierkantje te klikken. Dan krijgen we de melding of we er willen starten. En nu beginnen we op links te spammen. Dus de hele tijd links spammen. En dan vervolgens gaan we de job accepteren. Dus gaan we dit accepteren, maar blijven op links spammen, links spammen, links spammen, links spammen. En dit ding inmiddels hebben we geaccepteerd. Dus de hele tijd op links spammen in het zwarte scherm. Dan de job accepteren. En dan bij dit zwarte alertscherm kan je wel stoppen met spammen. En als alles goed is, ja, dan heeft hij de upgrades van de Bennys overgenomen. Hey, hoe gaat dat in de vertraging? Ik heb dus op links zitten spammen, ik blijf op links spammen, ik accepteer de melding, ik blijf op links doorspammen. En dan zie je dus heel kort, zie je je auto wegrijden. En dan weet je dat die gelukt is. Hey gasten, dit werkt echt. En ga niet lopen janken, want het is een timing dingetje. Je moet de sessie beginnen vanuit de bunker. Echt waar,
Doe het niet anders dan dat. Dus zet je spawn location op de bunker. Als je dat hebt gedaan, dan ga je vanaf de bunker met je helikopter naar de arena. En je mag geen persoonlijke voertuigen op de map hebben. Dan ga je vervolgens hierin, je zet je auto in de workshop. Je stapt uit, je gaat even in de mechanics list van je RC-car. Je stapt weer in de auto die je wil upgraden. Je start heel even de job op. Je blijft op links spammen, je komt terug en de upgrade zal gebeurd zijn. Eén dingetje om de auto te saven en dat is, je moet er een dingetje aan veranderen. Eén dingetje hoef je er maar aan te veranderen en dan is de auto gesaved. Yeah! Wat is die dik geworden, gasten? Wat is die ontzettend dik geworden. Ik ben er zo blij mee. Vet. En als je uitstapt en de auto verdwijnt, dan hoef je niet te roepen, daddy, hij is gepatcht. Nee, hij staat gewoon hier, gasten. Deze auto is nu voor jullie, heeft de upgrades van de Ben en van de RC car overgenomen. Alles wat zit erop en eraan. Ah, misschien moet je nog links en rechts wat upgraden. Maar ja, kan jou het schelen? Wat een dikke, vette bak is dit. En zo kan je ze niet kopen, zo kan je ze alleen maar glitchen. Hey, uniek! En hier bij Daddy Cool op mijn kanaal, vertel het je vrienden dat ze moeten subscriben. Daddy Cool signing out, till next time!